En ja hoor, er is er weer een nieuwe, hele nieuwe De Straat. En vandaag gaat het over, wat vinden de mensen van de Haagse Markt geworden? Waarom komen ze hier? Hij is natuurlijk helemaal opgeknapt en alles. Maar we gaan het even vragen aan de mensen. We horen het. En wat vind jij van de Haagse Markt? Dat is de vraag. Dat is wel grappig. Ik ben hier echt jaren geleden geweest. Maar als we op vakantie gaan, gaan we overal altijd even marktjes doen. Weet je, Italië, Spanje, Frankrijk. Superleuk. En dan in Den Haag doen we het nooit. Dus nou dacht ik van, nou weet je wat? Ik reis met mijn moeder mee. Dan ga ik weer eens even een keer kijken, want het is lang geleden en ik geniet echt. Ja, bevalt het? Ik ga het nu weer elke week doen. Ah, kijk, goed om te horen. Maar je vindt het wel opgeknapt, Mart? Ja. Je komt hier iedere week als het goed is. Ja, ik kom iedere week. Ik vind het wel mooi. Ik vind het prachtig geworden. Kijk, we willen wel graag hoor. Eén ding, ja? Dat zeiden net wat marktmensen zelf ook. Ik had een banaantje voor die kleine en die had hij op. En toen kon ik de schil niet weggooien. En toen dacht ik, hé, wacht eens even. Dat is wel handig als er meer prullenbakken komen te staan. Nou, je wens is gehoord, dus misschien dat ze luisteren. Ik hoop het. Hey, ja, toch? Ik bedoel maar... De bananenschil niet kwijt. Ja, maar de rest is hartstikke mooi geworden. Ik kan me nog herinneren dat ik als kind moest springen tussen die plassen door, weet je wel, als dat geregend en zo. En ik zit alleen maar te kijken hoe mooi het eruit ziet, joh. En raar dat je dan ergens anders ga je in Italië, ga je overal matchen, is dus leuk. En hier doe je het dan. Dom, hè? Ja, ja, dat is zo raar. En nu we hier lopen. Het is de grootste markt van Nederland, hè? Ja, echt van Europa, hè? En hij is nog niet eens af, dus ik ben echt benieuwd. Ja, nee, we komen sowieso weer. Goed om te horen, we komen elkaar vast tegen. Kom. Wat vindt u geworden van de Haagse Markt? Wat ik van de Haagse Markt heb? Ja? Nee, wat u ervan vindt? Dat hij opgeknapt is en dat het al veranderd is? Ik zou vertellen, ik heb vroeger jaren in Haag gewoond. En ik vind het schitterend. Ik vind het hier heerlijk. Het is echt van mij thuiskomen weer. Hè? Ja, ik vind het helemaal top. Ja, en mag ik vragen waar u woont nou? Ik woon nu in Brabant. In Brabant? Ja. Wat is er toch met Brabant? Waarom gaan die Haagenezen daarheen? Ik weet het niet. Ja, ik ben niet echt een Haagenezen. Mijn man kwam uit Haag, maar ik kom zelf oorspronkelijk uit Delft vandaan. Oké. Ik heb hier in de Troostraat gewoond. Troostraat? Ik in de Terwesterstraat. Ja. En nou, dus ja, dan was het altijd drie keer in de week even naar de markt, hè? Even naar de markt, hè? Heerlijk. En nou, bent u speciaal voor hier naar de markt gekomen of voor andere zaken? En nou, even bij mijn zusje een hele week, dus we gaan wel even naar de Haagse markt. Gezellig. En nog ga je nog leuke speciale dingetjes kopen die je echt hier kan krijgen? Even kijken voor een jas en een paar laarzen. Je weet net hoe het gaat, hè? Je weet nooit wat je tegenkomt. Dat is op de Haagse markt natuurlijk. Het is op de Haagse markt. Dan... Hey, ik wens je heel veel plezier. Dankjewel. Oké, fijne dag, hè? Doeg. De straatvraag van vandaag is, je zal hem allicht nog niet gehoord hebben, maar wat vind je vandaag? Ja, vind ik maar. Precies, man. Ik woon hier al 36 jaar in Nederland. Ik heb in Den Haag gewoond, toen in Zoetermeer gaan wonen, maar ik kwam elke zaterdag naar de Haagse Markt. Ja? Toen ik Zoetermeer woonde. Waar woon je nou eens, vraag man? Ik woon maar terug in Den Haag, ik gescheiden, ik woon in Den Haag weer. Oh, je bent, oké. Ja, nee, zo, zit je wel graag. Je zit hier aan, speelkrikken voor HBS. Oké, en ga je nou wel iedere week? Iedere week kom ik hier. Nu dat het niet werkt, dat als het mooi weer is, pak mijn fiets en dan kom ik hier een beetje banjeren. Een beetje kijken, heb je iets speciaals op het oog dat je denkt van dat goedkoper, dat er daar kijken? Nee, niet echt. Ik kijk hier niet de koopjes. Ik ben gezellig hier een beetje. Ja, gewoon lekker op de Haagse Markt. Op de Haagse Markt. Hey man, ja, helemaal toppie. Nou, ik zou zeggen, geniet er lekker van. Ik ben niet geweest. Ik zag een Rotterdamse. Ze zei, ik ben naar Rotterdam met die markt. Met die dakken. Het is zo mooi. Ben je nooit geweest? Ja? Nee, ik ben nooit geweest. Oh, maar ja, ik vind het hier prettig. Maar ik zou blij zijn als het helemaal af is, weet je wel. Ja, dat kan wel eerder, hè? Volgende week, ja, maar het duurt te lang volgens mij. Of niet? Nee, het duurt nog niet zo lang. Ik geloof een maandje, dan is alles geregeld. En dan, maar daarom ook de vraag van, wat vind je ervan geworden? Dus? Vroeger, ik weet het, toen ik 35, 36 jaar geleden, is rommelig, weet je wel. Maar nu is het echt overzichtelijk, mooi, mensen kunnen lopen met kinderwagen en zo, zonder op je hielen een beetje aan. Ja. Je kent dat al. Ja, ik ken het. En dan is het, oh, dan zijn ze boos. Ja. Nou, als je kind moet lopen, ga toch op de boulevard. Maar je blijft komen. Ik blijf wel. Helemaal super. Hij zei, ik zit je daar. Dankjewel, vriend. Hey, we hebben een vraagje. Wat vind je van de huidige Haagse Markt? Beetje rommelig. Nee, dat was vroeger. Het is helemaal opgeknapt. Nee, alle groente is verdwenen. Dat stond normaal allemaal daar. Dat hebben ze nu daarheen verhuisd. Ja, maar dat is even wennen natuurlijk. Dat is even wennen. Kom je veel op de markt?
Regelmatig. Regelmatig? Ja, gewoon voor de gezelligheid. En voor de patat. Voor de patat. Oh, de zoveel zal voor de patat. Lekker? Patat, ja, echt zelfgemaakt. Dat vind ik wel leuk, dat je toch echt voor iets specifieks naar de markt gaat. Ja, en nice spulletjes, hè. Garen en stof en dergelijke. Bij Peter, bij mijn Peter. Zijn dat je 100 kinderen? Dat zijn mijn 100 kinderen. Ja, wie? 5 in die kar. Oeh. Er zitten er 5 in. Zitten er 5 in? Ja, want die is zwanger van 2. Ik zit echt met mijn domme kop nog te tellen ook natuurlijk. Hey, maar geniet lekker van de Haagse Markt. Doe ik. Oké, okay. Hey. Bedankt hè. Alsjeblieft. Hoi. Hey, ja, we zwanger met het. Hey.